reportage. Van harte welkom in deze zaal. De komende uur gaan wij het hebben over personvrijheid in Turkije. Ik heb drie mededelingen vooraf. De eerste is, ik weet niet of u het programma had gezien, maar de muzikale afsluiter is er helaas niet vanavond. Die was op het laatste moment verhinderd. Dat betekent wel dat we langer met elkaar kunnen doorpraten. De tweede is dat als u om 9:15, dat is over een uur, deze zaal weer verlaat, kijkt u dan even als u naar buiten loopt, naar rechts. Want er hangen een aantal prachtige cartoons aan de muur. Waaronder deze van, moet ik het andere pakken, van Joep Bertrams, die we straks ook op het podium zullen hebben. Een geweldig cartoon die verboden is in Turkije. Misschien zegt hij er straks ook wat over. De laatste mededeling is dat deze avond het eerste half uur in het Nederlands is en het tweede half uur in het Engels. Een van de redenen is dat mijn Turks zeer beperkt is. En ik dan ook blij ben dat ik in het Nederlands mag beginnen. Mijn naam is trouwens Jurgen Maas. Ik ben uitgever en journalist. En in die hoedanigheid ontmoette ik voor het eerst de eerste spreker, Mehmet Ulger, voorzitter van Stichting Reportage. En dat was in 1996, vlak nadat zijn vriend, de Turkse journalist Metin Göktepe, door de politie in Turkije was doodgeslagen. De tweede keer dat ik hem ontmoette was een jaar later, toen hij een boek had geschreven samen met Stella Braam over de grijze wolven. En wat gebeurde? Hij werd bedreigd door de grijze wolven, zwaar bedreigd in dit land, in Nederland. En de derde keer dat ik hem sprak, dat was afgelopen week. Toen moesten we deze avond een beetje voorbereiden. En daar vertelde hij onder andere over de rechtszaak die tegen hem heeft gelopen in Turkije, in Istanbul. Hij moest in januari voorkomen, omdat hij in 2013 bij een rechtszaak foto's had gemaakt. Voor wie dat niet weet, dat mag in Turkije niet. In Nederland ook niet. Maar in Nederland word je daar niet voor vervolgd. En Mehmet Ulger kon 6 maanden eventueel de bak in. Waarde het niet dat de zaak te slecht was voorbereid en het een Louis de Funès-achtige situatie werd, zoals Mehmet zelf zei. En dus werd hij vrijgesproken. Eerst geef ik dus even het woord aan Mehmet Ulger. Nou, dank u wel, Jurgen. Nee, ik hoef niks over mijzelf te vertellen. Dan hou ik ook niet van iets over mezelf te vertellen. Eerst een paar mensen bedanken. Eerst wil ik Joep voor die prachtige tekening van Joep Bertram, die wij zomaar konden gebruiken als Stichting Reportage. Niet alleen mijn eerste keer, maar eerder hebben we ook tekeningen van Joep mogen voor niks gebruiken. Namens Reportage wil ik iedereen bedanken nogmaals. Welkom. Welkom in zo'n. Ik ben ook heel blij dat wij in zo'n bijeenkomst als Reportage, de kleinste van al die, er staan ook hele lijst van de organisaties, kleinste en de armste stichting die er bestaat. Maar toch, we mogen wel meedoen in deze bijeenkomst dankzij NVA, dankzij BKB zou ik ook zeggen, dankzij Persmuseum. Ik wil ook namen niet, alleen namen niet noemen. Goed, persvrijheid Turkije. Straks gaan we het over hebben, over cartoons en tekeningen. We hebben gast uit Turkije die zo veel meer over hebben. Nou, een land waar persvrijheid zo slecht gaat, zo verschrikkelijk achteruit gaat ook. Elke dag. Ik probeer gewoon als voornamelijk stichting de Turkse kranten te volgen wat gebeurt in het land met persvrijheid. Werkelijk, ik kan er niet bijhouden. Dus elke dag is een verhaal. Is elke dag, of dat in Diyarbakır is, of in Adana, of in Edirne, waar dan ook, is een journalist wordt aangeklaagd of aangehouden, of is het rechtszaak tegen. Ons speciaal gast Erol Önder, zullen we straks even over hebben. Hij weet veel meer. Nou, dat is wat wij vanavond even over hebben. We hebben nogmaals mijn dank aan iedereen die heeft meegewerkt. 2 cartoonisten uit Turkije zullen we even straks de film zien. Kort filmpje. En nou ja, ik wil gewoon verder
namens de kleinste en armste stichting iedereen bedanken. En ik wil ook Jurgen bedanken die heel vanavond onze bijeenkomst kan zo leiden. En dank je wel. Ik hoop dat het een vruchtbare bijeenkomst wordt. Dank je. Dankjewel, Mehmet. Ja, dus onder uw billen ligt een briefje. U kunt donateur worden, zult u begrijpen, voor al €5 per maand. We gaan eerst naar een filmpje kijken over Turkse cartoonisten. Daarna zal ik met Joep Bertrams, cartoonist bij De Groene Amsterdammer sinds 2011 en daarvoor heel lang bij het Parool, daarover doorpraten. Mij is niet alleen gevraagd om deze avond in goede banen te leiden, maar ook om op een spatiebalk te gaan drukken, zodat we het filmpje kunnen gaan kijken. Yönetenleri rahatsız edebilmişsek gerçekten doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum ben. Bilinen, tanınan ve parmakla işte bu diye gösterilen bir insan olmaktan hoşlanmam. Çünkü o benim özgürlüğümü kısıtlar. Ama bu demek değil ki hani bazı şeyleri de yapmayayım. Türkiye'de aslında çok şey zor yani, sırf karikatürcü olmak değil de işte madenci olmak da zor, işçi olmak da zor yani, memur olmak, öğretmen olmak da zor, artık hatta doktor olmak bile zor yani. Haliyle bizim de mesleğimizin sorunları var ve o sorunlar bizim daha çok iktidardan kaynaklı sorunlarımız var. İşte açılan davalar falan vesaire. Hukukun bize sağladığı imkanların da dışında bir baskının içerisindeyiz yani, hukuk da son derece haklı göründüğümüz ama yine de davalarla yorulduğumuz bir süreçte olduğumuz için artık biz neyin niye yapılıp yapılamayacağının ölçülerini de kaçırmış vaziyetteyiz. O yüzden biz sadece hani her an yağmur yağabilir diye şemsiye taşımakla hani taşıyan adamlar gibi böyle yanımızda yaz kış şemsiyeyle gezen insanlarız yani. Aslında artık bizi de açtı bu dava meselesi. Artık sıradan insanlara da her gün dava açılırı oldu. Çünkü yani sosyal medya diye bir şey var artık. Orada da insanlar, sıradan insanlar esprilerini yazıp veya bir yerden bir alıntı yapıp onu paylaşıyorlar. Sırf ondan ötürü yani hatta hapis cezasına varan cezalar alıyorlar Erdoğan'a hakaretten. Bu muhatap olduğumuz iktidarın bir stratejisi var. Yani mümkün olduğunca hani açtığı davalarla yorma taktiği uyguladığını düşünüyorum. Yani bizi, sadece karikatüristleri değil, bütün basına yönelik böyle bir yorma taktiği var. Davaların nasıl sonuçlandığından ziyade bizim o süreçlerde mahkeme salonlarında nasıl yorulduğumuz öne çıkıyor ve biz bayağı hani yıpranıyoruz. Başbakanlığı döneminde ilk dava açtı ve tazminata mahkum, tırnak içinde mahkum etti. Karikatüristsiniz. Bunun yani fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten direkt ifade özgürlüğünü baskın altına almak için açılmış davaları olarak görüyorum. Çünkü bu ülkeyi yöneten biri ise benim onu eleştirmek en doğal hakkım. Erdoğan sıradan birisi olsaydı, bir vatandaş olsaydı ben onu tanımazdım bile. Gayet doğal olarak eleştirilecek, yazılacak, çizilecek. Eğer iyi bir şeyler yapmak istiyorsa o eleştirilere kulak vermesi gerekir aslında. Yani böyle sadece faşist iktidarlar eleştirilmekten zaten hoşlanmazlar. Davaların sonucunda çoğunlukla da biz kazanabiliyoruz. Bundan öncekilerde son derece rahat bir şekilde çoğunu kazandık. Kapağımızla ilgili bir dava açılmıştı. O zamanki başbakanın yine çeşitli hayvan şekillerinde çizilmesiyle ilgili bir karikatüriste destek olmak amacıyla Musa Kart'a yaptığımız bir şey vardı mesela orada. Hani tamam, neticede biz kazandık o davayı. Ama şimdi kazanacağız belki yine bunu da, bunları da. Ama çok yoğun bir şey var, baskı var. Tutum olarak cesur, yani korkusuz, gözü pek, özgürlükçü, rahat olmak gibi bir içgüdümüz var elbette. Çünkü mizah başka türlü yapılamaz.
Ama temkin elimizi tutuyor mu? Hani biz bazı şeyleri yapmaktan şimdilik kaçınmıyor, gözüküyoruz. Yani henüz çok yorulmadık. Ama bir gün yorulduğumuz bir zaman gelecek bu davalardan ve büyük olasılıkla otosansür uygulayacağız. Biz Charlie Hebdo'nun yapmaya kalkıştığı kadar tırnak içinde cesur diyeyim bir şeyin içinde hiçbir zaman olmadık. Charlie Hebdo'dan önce de bir risk her zaman vardı bizim için. Hala da var, değişen bir şey yok yani. Charlie Hebdo'nun başına gelen bu ülkede bizim de başımıza gelebilir yani, gayet doğal. Bir kışkırtma yeter onları sokağa dökmek için. Tabii iktidar tarafından başbakan olsun, şey olsun, Erdoğan tarafından bir şekilde en azından Cumhuriyet direkt olarak hedefe konuldu. Karikatürcüler içinde işte bakanlardan birisi orada olan burada da olabilir falan gibisine bir tehdit yollu bir şey söyledi zaten. Onların yayınladıkları karikatürlerde zaten hiçbir sıkıntı yoktu. Yani biz o karikatürleri biz de yayınlasak olurdu. Herhangi bir gazete de yayınlayabilirdi. Dikkatli bir seçkiyle yayınlandılar. Ama öyle bir imaj yaratıldı ki o karikatürlerde bile bir hakaret unsuru varmış gibi o karikatürleri hiç görmemiş insanlar tahrik edildiler. Yani karikatürün içeriğini bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor ama sokakta bir troll şeyiyle, taciziyle baskı altına alındı Cumhuriyet Gazetesi. Karikatür bir lümpen çevrelerin tükettiği bir şey değil. Kültürlü insanlar tüketiyor bunu. Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, kitap okumayı ve kitap tüketmeyi bilen ve belli bir kültür seviyesinin üstündeki insanlar mizah dergisi okuyor. Çok küçük bir kitle ama çok etkili bir kitle. Okumuş, yazmış ve Türkiye'nin geleceğinde de rol sahibi olacak insanlar. Ama cahil kesim diyebileceğim bir kesim karikatür tüketmiyor, bilmiyor. Onlar sadece bu davalarla bir imaj çalışması içerisinde bize karşı bileniyorlar. Onlar bizim ne yaptığımızı anlamadan bize tepki gösteriyorlar. Ama bu kocaman büyük bir kitle. Bunlar zaten sadece sempati duydukları politik inancın gazetelerini okuyorlar. Onu da yani ne kadar okuyorlarsa okuyorlar. Onların tek özgürlük anlayışları kendi özgürlükleri, kendi din özgürlükleri, başörtüsü özgürlükleri vesaire yani. Onun dışında başkasının özgürlüğünü zaten tanımayan bir kafa yapısına sahip insanlarda. Onlardan öyle bir şey beklemek, bu ülkeye özgürlük getireceğini beklemek saftirlik olurdu diye düşünüyorum. Bir gün mizah dergisi çizerlerinin, karikatüristlerinin, mizah yazarlarının aslında anarşist, yıkıcı insanlar olduğu fikrine varacaklar ve belki de sokakta gezemez hale geleceğiz biz. Problem o. Joep Bertrand, kom erbij zitten. U volgt de positie van de cartoonisten in Turkije al meer dan 5 jaar. Eigenlijk op de voet. U kent ook een van de 2 cartoonisten uit deze film heel goed. Sefer Selfi. Heel goed is... redelijk goed? Ik ken hem. Hij bedoelt van... Ik hou er niet van dat mensen zeggen van, ik ken hem heel goed, een hele goede vriend van me. Ik heb hem ontmoet en we hebben met elkaar gesproken. Dus ik ken hem wel. Hoe hebt u hem ontmoet? Dat was Karikaturka. Dat was een tentoonstelling van... Nederlandse en Duitse en Oostenrijkse politieke tekenaars in Istanbul. En waar ook Turkse tekenaars aan meededen. Ja, ik vond hem nogal, maar misschien is dat ook wel terecht hoor, pessimistisch in dit filmpje. Nou, zou ik ook zijn als ik in Turkije woonde en daar moest tekenen. Ja, als je bij alles wat je doet, bijna alles wat je doet, wordt er zout opgelegd en gezegd van nou, dit deugt niet en dat deugt niet. Dat lijkt me heel vervelend. Kijk, je kunt wel een grote held uithangen, maar als je gewoon niet kunt werken zoals je wil werken, dan wordt het heel vervelend. Heeft Sefer Selfi dan bijvoorbeeld ook op het punt gestaan om te denken van, ik stop er maar mee?
Dat weet ik niet. Nee. Maar het lijkt me niet een type dat zo makkelijk zou doen, hoor. Ik denk dat hij gewoon doorgaat tot hij erbij neervalt. Of dat andere zorgen dat hij erbij neervalt. Ja. Hebt u die situatie ook veel slechter zien worden de afgelopen jaren? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is met name de laatste paar jaar eigenlijk... Ik weet dat niet zeker, maar sinds Erdogan president is, ja, lijkt het wel alsof het veel erger is. Dat er echt helemaal niks meer mag. Ja, en de andere cartoonist die zegt zelfs van, kijk, het is volstrekt onduidelijk binnen welke lijnen je kunt werken. Omdat bij alles wat ze doen, wordt wel een reden gevonden om te zeggen van, dat mag niet. En het vervelende, dit is eigenlijk ook nog wel het goede, is dat er dan elke keer wel een rechtszaak van gemaakt wordt. Dat je niet meteen zomaar opgepakt wordt en zonder een vorm van proces jaren de bak in gaat. Maar het is wel uiterst vervelend, dat wordt ook in het filmpje gezegd, dat je elke keer rekening moet houden dat er weer een proces komt. En dat je dat, en dat is natuurlijk wel weer... Het goede van Turkije, dat dan kennelijk dan toch nog een rechtspraak is die nog echt een beetje recht doet. Hè, dat het meestal met een sisser afloopt. Maar het feit dat je je elke keer moet verantwoorden voor een rechtbank, dat is je werk niet. Je werk is tekenen en satirebedrijven voor je krant. Ja, u zegt van dat het toch af en toe nog wel redelijk goed afloopt. Hè? Dus gevangenisstraffen leiden tot geldboetes bijvoorbeeld. Ja. Maar Sefe Selvi heeft het over fascistische regimes. Nou ja, het is een kenmerk van fascistische regimes dat die absoluut niet tegen satire kunnen. He, dat staat als een paal boven water. En misschien kun je daaraan ook een beetje aflezen hoe een regime in elkaar zit, hoe satire wordt benaderd. Ja. Deze cartoon is van u. Ja. Stond in de Groene Amsterdammer. Het bijschrift heb ik ook ergens opgeschreven. Laat ik dat even citeren. Erdogan geeft sociale media de schuld van de onlusten in Turkije. Verboden in Turkije, deze. Ja. Kijk, ik heb dan de luxe dat het voor mij natuurlijk prachtig is als een tekening in het buitenland verboden wordt. Dan denk ik, van, nou dan doe je er tenminste toe. Maar je hebt er verder geen last van gehad. Ik heb er natuurlijk helemaal geen last van. En het was ook heel leuk dat die tekening, die werd dan ook meegedragen in demonstraties. En dan ben je natuurlijk apetrots. Maar ja, ik zit hier lekker in Amsterdam te tekenen en ik heb nergens last van. Ja, dus ik vind behalve als je dit gebouw in wilt vandaag. Ja, dan wordt het iets lastiger. Maar ja, dat zie je dan wat er gaat gebeuren als de vrijheid beperkt wordt. Dan krijg je dit soort dingen. U herkent dat zelf ook niet voor uw eigen werk? Dat u wel eens denkt, nou, ik moet maar eens wat voorzichtiger zijn? Nee. Nee. En dat heeft domweg te maken met het feit dat ik een benadering heb die, waarvan ik zelf vind dat die niet zal leiden tot allerlei ellendige zaken, terwijl ik toch de dingen kan zeggen die ik wil zeggen. Hè, bijvoorbeeld, dat is altijd het geëikte, de vraag, heb je Mohammed wel eens getekend? Nee, die heb ik dan nooit getekend en ik heb ook nooit de aanvechting gehad om hem te tekenen. En ik heb dat nog steeds niet. Dat wil niet zeggen dat het misschien nooit zal voorkomen. Mm-hmm. Dat is niet een vorm van zelfcensuur. Wat zeg je? Is niet een vorm van zelfcensuur. Nee, maar ook dat vind ik... Alleen de vraag stellen is al een soort censuur op mij leggen. Van nu moet je zeggen of je zelfcensuur... Ja, ik mocht niet de hele avond aardig blijven, had ik begrepen. Nee, maar of je zelfcensuur pleegt of niet. En dat is natuurlijk een hele rare situatie. Dat je daarvoor moet verantwoorden dat je werk doet. Mm-hmm. En dat je moet verklaren openlijk dat je niet een zelfcensuur doet. Dat is natuurlijk raar. Ja, terwijl je dus na eer en geweten tekent. Dat is wat werk, in feite zegt. Je doet je werk zo goed en zo kwaad. Zo goed als het kan. Ja. En daar hoort geen zelfcensuur bij. Want als dat zo zou zijn, dan zou het heel vervelend worden. Ja. Sefe Selvi zegt ook in dit korte filmpje... wat er in Frankrijk is gebeurd op de burelen van Charlie Hebdo... dat zou hier ook wel eens kunnen gebeuren in Turkije. Nou, dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen, ja. Maar kijk... Laten we eerlijk zijn, dat kan overal gebeuren. Dat kan hier ook gebeuren. Hè? Als een paar maloten bedenken van nou, daar gebeurt, dat zint ons niet, dus daar gaan we wat aan doen. Ja. Dan gebeurt het ook. Maar ik ben het wel met hem eens dat daar de voedingsbodem voor dat soort mensen, en dan is dat, kijk, zijn het hier dan extremisten? Dan zijn het daar waarschijnlijk niet eens grote extremisten, maar gewoon mensen die het regeringsbeleid willen uitvoeren en die zeggen van nou... Laten we dat maar zelf aan doen. Is het tij op een bepaalde manier te keren, denkt u, in Turkije? Of hoe? Ja, luister eens even. Dat moet je eigenlijk aan mij niet vragen over tijd te keren. Maar u volgt het heel goed. En je ziet die ontwikkeling. Ik volg het wel. Nou ja, het probleem is, het wordt steeds ingewikkelder.
Je hebt nu die oorlog in Syrië en Irak. Daar is Turkije bij betrokken. Op welke manier ze erbij betrokken zijn, is soms duister. Dat weet je niet eens. Je hebt de Koerdische kwestie die totaal verschillende kanten opgaat. Met binnen die Koerdische samenleving ook weer verschillende elementen. Het wordt steeds onoverzichtelijker en lastiger om te begrijpen. En dat maakt het waarschijnlijk ook gevaarlijker. Want dan worden op een gegeven moment zaken gezegd van nou, en nu is het afgelopen. En dan gaan we handelen. Ja. Hoe belangrijk is die rol van Turkse cartoonisten eigenlijk in de media? Nou ja, hij zei het ook al in de film. Die bladen worden alleen maar gelezen door de bovenlaag. En het grote, de kiezers zitten juist op het platteland en de volgelingen van Erdogan, die lezen die bladen niet. Nee. Dus in wezen voedt het natuurlijk wel de mening en scherpt het de mening van de elite. Maar de mensen waar het om gaat, de kiezers, die worden niet bereikt. Nee, net zoals de meeste demonstranten. Dat neemt niet weg dat het ontzettend noodzakelijk is dat ze dat doen. Want als dat ook al niet meer gebeurt, dan krijg je dus ook aan die bovenlaag een vervlakking. Ja. En dat moet je natuurlijk helemaal niet hebben. Die moet juist scherp blijven. Ja, maar je hebt dus ook gezien dat bijvoorbeeld nadat de kranten Cumhuriyet een aantal Charlie Hebdo-cartoons afdrukte, dat degene die ging protesteren die hele krant nooit had gezien. Nee, nou ja, maar hetzelfde gebeurt met wat de moordenaars van Charlie Hebdo. Die kende ook die tekeningen niet. Nee. Goed. Wij dachten, we gaan natuurlijk na afloop lekker de gelegenheid geven aan het stellen van vragen. Maar ik dacht, waarom gaan we dat nu al niet even doen? Als er 3 prangende vragen zijn voor Joep in het publiek. Daar is er al eentje. Ik heb ook een microfoon. Ja, u had het net over de zelfcensuur. En ik begrijp inderdaad dat het, als je die vraag krijgt als cartoonist, dat inderdaad ook al een vorm van druk is. Maar na de aanslag op Charlie Hebdo, ik bedoel, ik teken niet, maar ik had wel heel erg de behoefte dat alle cartoonisten inderdaad de profeet op een of andere manier af zouden gaan beelden. He, dat ook alle kranten dat gezamenlijk zouden gaan doen als statement. En had u niet die urge om dat dus ook echt te doen op dat moment? Want daar ging het om, hè? Of je de profeet afbeeldde of niet. Ja, was dat niet de eerste reactie die je had van, ik ga dat gewoon tekenen nu? Nee, dat had ik helemaal niet. Namelijk, want waar het om gaat is, wie doet dat? Dat zijn dus een paar extremisten die zich beroepen op een Koran die ze waarschijnlijk nauwelijks gelezen hebben. En een groot gedeelte van die hele moslimwereld, die heeft daar niks mee te maken. Die moet je dus dan dat verantwoordelijk stellen van een hele bevolkingsgroep, wat heet miljarden mensen, voor de daad van een paar mensen. Dat vind ik dan toch wel, want dat doe je dan, hè? Dan schuif je het af op het geloof. Daar geen aanstoot aan nemen, die zouden daar dan geen aanstoot aan nemen. Nou, maar het statement, natuurlijk tegen de mensen die radicaal zijn. Wacht even, maar ik denk dat een heleboel moslims daar aanstoot aan nemen als de profeet getekend wordt. Net zo goed als een orthodox-joodse kring of zelfs een orthodox-christelijke kring gebeurt. Dat hoort toch bij onze samenleving, dat je ik bedoel, ik neem aan allerlei dingen aanstoot, maar ik bedoel, ik let daar gewoon niet op. Ik kijk daar niet naar of ik reageer daar niet op. Nee, maar zij horen er toch ook bij? Waarom zou je hun uitsluiten wat dat betreft? Dat weet ik wel, maar waar het mij om gaat is dat ik me niet geroepen voel om mijn protest te laten gelden ten koste van een heleboel mensen die er totaal buiten staan. En ik, dat heeft te maken met het feit dat ik dat niet voel. Ik kan wel kwaad zijn en dan probeer ik dat op mijn manier te laten zien door te richten op de mensen waar het over gaat. En niet door een soort algemeenheid erbij te halen. Omdat ik dat niet op dat moment adequaat vind. En het ook niet eerlijk vind. Dat is een beetje, als je op je duim slaat en zegt, keihard godverdomme. Maar ja, dat heeft dan te maken met die pijn die op dat moment is. En dan heb je ontzettende behoefte om dat te uiten.
En het aardige is nou dat in ons vak moeten we ook een beetje nadenken over wat gebeurt er en hoe laat je dat zien. Ja. En dan is het juist niet zo dat je primair moet reageren. Het is natuurlijk ook altijd zo bij dit soort zaken, voor cartoonisten is het altijd bij grote zaken is het het allerlastigste. Of dat nou 9-11 is of een grote ramp. Dan dat is altijd heel lastig om daarop te reageren, omdat je emotie daar een geweldige rol in speelt. En zodra die emotie een geweldige rol gaat spelen, dan gaat je denkvermogen toch achteruit, kan ik je vertellen. Heel kort nog even, dan twee andere mensen. Het lijkt me dan heel interessant als je er wel over nadenkt voordat je dan gaat tekenen, dat je iets vindt, dus een nieuwe manier om wel recht te doen aan het gevoel wat je hebt, maar ja, toch een statement te kunnen maken. Als je erover nadenkt, dat had gekund. Ja, de cartoon van Charlie Hebdo met de tranen, alles is vergeven, dat was een briljante cartoon, ja, vond ik. Ja. En het was geen kwetsende cartoon. Nee, alle mensen. Dat is heel goed gedaan. Ik bedoel, ik heb... Maar die heb ik niet in de Nederlandse media gezien. Geen enkele tekenaar heeft erover nagedacht om dat op die manier te brengen. Nee. Nee, dat is gewoon, dat ben ik met je eens. Maar nogmaals, het was bij Charlie Hebdo, vond ik het ook een hele mooie, liefdevolle tekening. Die, maar als ik dat had gedaan, dan hadden jullie me helemaal verrot gescholden. Hoezo alles vergeven? Laten we wel wezen. Achterin. Hallo, mijn naam is Martijn. Ik wou even ook iets misschien niet heel aardig zeggen. Ik wou even terugkomen op de term fascistisch, die zowel in het filmpje werd gebezigd als door meneer Bertrams min of meer werd herhaald. Ik versta je heel slecht. Ik wou het even hebben over de term fascistisch die net werd gebruikt, zowel in het filmpje als door uzelf. Ik zelf ben altijd redelijk voorzichtig met die term. Soms kun je natuurlijk de term fascistoïde gebruiken. Ik ben het met je eens. We hebben net gezien dat in Turkije nu eigenlijk min of meer beleid is om journalisten, tekenaars te vermoeien met rechtszaken. Zelfs als die zaken worden verloren door de overheid, gaan ze daar toch mee door. Hè? En dat is inderdaad voor journalisten, voor tekenaars is het nu ontzettend vervelend. Ook als ze winnen. Hè? En er zit nu een soort beleid achter waarbij de beeldvorming van dergelijke journalisten of tekenaars zodanig wordt dat misschien de massa op een gegeven moment hen negatief gaat bejegenen of misschien zelfs gaat aanvallen. En dat is allemaal mogelijk. Kern van de vraag blijft toch van, ja, moet je zo'n term nou gebruiken voor zo'n regime wat kennelijk inderdaad totaal niet vriendelijk is ten opzichte van persvrijheid? Nee, ik denk... Omdat wat voor andere term kunnen we daarvoor munten? Nou, misschien is het beter om totalitair, dat is al wat ietsje, maar dat is het ook niet. Maar het neigt naar, het is ook geen dictatuur, het is, maar het heeft wel allemaal aanzetten die daartoe zouden kunnen leiden. Ik bedoel, het is per slotverrekening een democratie. Daar. Ja, ja. Heel kort misschien, nog even. Volgens mij is het niet echt een democratie. Het is ook maar gedeeltelijk, ook niet echt een rechtsstaat. Hè? Voor een deel wel, maar niet zo erg, niet zoals in Nederland natuurlijk. Het woord totalitair is denk ik ook niet van toepassing. Het is meer een soort poging om de pers inderdaad tot zelfcensuur te bewegen. Want tegelijkertijd geldt dat er een enorme persvrijheid is. En er zijn heel veel publicaties, heel veel kranten. Misschien is er nog wel een breder palet van meningen dan in Nederland gebruikt. Ja, maar verhoudingsgewijs worden ook veel meer mensen aangehouden vanwege het feit dat ze iets geschreven hebben. Maar ik vind bovendien, volgens mij ben je een journalist, man voor de taal, verzin jij dan een goed woord voor? Oké. Vrouwtje? Hoe vindt u, als u naar Turkije kijkt, de media zelf? Want ik vind dat ook een ingewikkeld plaatje. Hoe de media zelf opereert, is daar ook sprake van onafhankelijkheid, onpartijdigheid? Wordt de Turkse burger redelijk bediend in die zin? Nou ja, ik denk dat je me nu toch een beetje overvraagt, want ik ken de Turkse media, ik lees geen Turks, geen woord. Dus wat ik zie en wat ik lees is wat ik erover lees.
Hè, dus als ik de verschillende kranten bekijk, dan zijn er hele kleine kranten. Van in zo'n groot land van 20.000 abonnees. En nog kleiner dan de Groene. Hè, die dan toch in zo'n groot land dan toch functioneren. En ja, dat is natuurlijk op zich heel rijk. Maar dat zijn ook tabloids. En noem het allemaal maar op. En ik denk dat die tabloids, zoals in de meeste landen, het minst in de weg gelegd wordt. Ja. Misschien dat onze volgende spreker die vraag wel beantwoordt in zijn toespraakje van 10 minuten. Onze volgende spreker is Errol Undoroğlu. Journalist, werkt voor het medianetwerk Bianet. Is vertegenwoordiger voor Reporters Without Borders in Istanbul. En werkt momenteel aan een boek over cartoonisten in Turkije. En hij volgt ook nog eens een keer alle rechtszaken tegen Turkse journalisten en cartoonisten op de voet. Ofwel dan is hij in de zaal aanwezig in Turkije. En nu is hij hier, Errol. You want to stay? You can stay. No, it's okay. Thank you very much. I would like, of course, start by thanking all the organizers, Reportage, Journalist Union, and all the colleagues to make possible to this meeting. I'm covering journalistic cases and freedom of expression cases in Turkey for 20 years for Reporters Without Borders. And I'm dealing with the same task for the website bianet.org. So of course, from the short, documentary, I understand clearly that cartoonists are very tired in Turkey because, in fact, it is the second round. The first round with the former prime minister Erdogan started in 2004, where, thanks to the international journalist movement, Turkish court decided to abandon charges brought against Turkish cartoonists, but it started again with the case against Bahadır Baruter and other colleagues. What I would like you to understand is that when you take the pressure against freedom of expression in Turkey, this pressure coming from the Prime Minister Davutoğlu or the President Erdogan or other political figures, there are three main parameters to take into consideration. The first one is a strange attitude against, a hostile attitude against irony, satire, cartoons. It is not a proper way for a so serious government to degenerate such a way to express. The first one is a personal attitude, hostile attitude against all kind of artistic expression. The second one is that all these journalists, all these cartoonists are producing anti-product against the consolidation of Turkish government. The main goal of Turkish government is to consolidate the power and to eliminate all kind of opposition party, to eliminate all kind of critical media outlets, and to create a powerful voice, to create a regional forces. And the model is still existing. It is the model of Putin, in fact. It is creating a regional model as much as possible a Sunni Islam model, able to control the regional stability and to have a word with European Union and with other international political forces. That's all. And of course,
in every week you can see that Turkish satiric weeklies are putting on their cover Erdogan, they because he is the one who produced the most controversial attitude in a day, in daily basis, dear friends, in daily basis. So of course it's nourishing the artistic world as well. Please keep in mind that Turkey became a candidateship to European Union 15 years ago. And when Turkey signed for these statutes, he was agreed to make all homework regarding fundamental rights, regarding freedom of expression, and without any resistance. And because in 90s we used to have coalition government, and it was not possible to activate this government to create a concrete policy, external policy or domestic policy, because they were not agree with each other. And when the AKP came to power in 2001, they said it's finished with military pressures. We will be the party who will fulfill the obligation in terms of fundamental rights with Brussels. We will be the party which bring you to a bright future, etc. But today it's not the case. Turkey is more and more adopting a hypocrite position, a kind of schizophrenic position. In one hand, Turkish government is signing reforms with EU in Brussels, but in Turkey, in terms of local governing, in terms of including civil society in reform process, in terms of consulting opposition party in a legislative process, there is nothing to do with this European way or contemporary way to make policy. And of course, today European Union and all European citizens have doubt about the real intention of about Turkish government. So Erdogan believed that if Turkey will stay stronger regionally and will be a kind of intermediate forces between Europe and Middle East, will be a country contributing in financial level to European Union, he believes that Brussels will be okay, whatever the local human rights standard in Turkey. We don't know what will be the parameter which will dominate, but what is alarming in Turkish civil society is that they start to believe that EU can subestimate human rights standards now, because we have a quite dynamic human rights circle, civil society organization complaining in daily basis, collaborating with international international colleagues or circles, but it is not possible to convince Turkish government to respect fundamental rights in daily basis. Yesterday, I was in one May demonstration in Taksim Square. 25,000 police officers have built barrage in the city center to avoid demonstrators to take Taksim Square as a place to celebrate 1st May. And I got my press card. The journalists who don't have press card couldn't access to Taksim Square. I get the official press card. I had to show dozens of times to police officers. They are in Taksim Square. We are journalists in Taksim Square, but nobody else.
And we were together, and each time that I was taking a picture, arrest picture, or when it was really necessary, the first thing that they were asking, are you journalists? May I see your press card? It was a humiliation. And of course, at the end I said, you can do whatever you want. I won't show you my press card because you know pretty well that I'm a press representative here. So this is the perception of state security forces and the government against journalists. But the ambience worsened, especially after Gezi demonstration, after June 2013. When for the first time international correspondent, international press representative shared the first time the same destiny than the Turkish journalists. They were shot in the street by police officers, beaten, taken into custody, arrested, and but it didn't start by itself. Erdogan gave a clear message to state security forces that all this demonstration is a kind of complot or a conspiracy produced under the hand of foreign journalists in Turkey. So it is not a coincidence to see Mehmet Ülger arrested at the airport, or Frederike Girding arrested in Diyarbakir because of what she shared on Twitter. I attended this trial, both trial. During the trial, what I remark is that the court had a hurry to stop the procedure. So I never witnessed a so quick procedure where they gave the floor to the defendant, then he referred to the prosecutor for having his point of view, and then postponed for the verdict. In one hearing, it was not possible in Turkey. But sometimes we have very panic procedure intervening for, on one hand, harassment of journalists, and on the other hand, to conclude rapidly, because as I saw it, Dutch journalist arrest created a diplomatic crisis with Turkish government. So during Gezi, maybe you remember the correspondent of CNN International exposed to passport control when he was in life in Taksim Square. So the police chief was saying, passport, please. And he said, yes, but I'm in life now. And it was purely, we were laughing at the same time, but we fight a lot for putting an end to police impunity, but we couldn't because this political encouragement for all kind of human rights violations are not ending in Turkey. And it's not because fight against impunity is limited or something like that. No, it is due to the fact that today Turkish administration try to build a consolidate power with the impact of the judiciary and with the impact of state security forces. So they are confident that nothing will happen if they are misusing their rights. Yes, what else? Yes, yeah, so I have, of course, I don't want to make you boring with all my statistics, but... it was some statistics. I have many, but... How many journalists are in prison at the moment? Last year, Turkish government for limiting international pressure has voted a law for limiting pre-trial detention to 5 years.
Thanks to this amendment, more than 40 media representatives were released. We still have around 20 media, mostly pro-Kurdish media employees. But frankly speaking, I'm dealing with all these files. They are mostly accused not necessarily on the basis of journalistic activities, but on the basis of political movement in political activities. So it is not really the mandate of Reporters Without Borders, but I assume that it is clearly the mandate of Human Rights, Amnesty International, or Human Rights Watch, or other organization. But what is clear is that there is a huge fair trial problem in Turkey, because Turkish judiciary are in daily basis manipulated by the government, and nowadays we are facing internal fight between this AKP party and the Fethullah Gülen Islamic movement. So this movement, who invested for 3 decades inside of judiciary and inside of police administration, so there is a huge internal fight against each other. Yeah. Is there any positive news you can give us? Positive news that I can only count on this dynamic Turkish civil society. I know that they won't never let the fight. As of course they are very tired of. They are very tired. You already heard from Bahadır Baruter and the cartoonist of Evrensel. It is the same for journalist association, for general human rights organization. They are excellent. But I think that they need more than ever the support of European associations and bodies, because they created a wonderful experience to fight during coup d'etats in 70s, in 80s, in 97, etc. But I think that they need to be accompanied by international bodies, and you will remark that they are. You will be surprised to see how much they are, how dynamic they are. Mm-hmm. But as I mentioned, they are not taken into consideration by the administration. Turkey is dealing with EU reform, but even RSF, even Turkish Journalist Association, even Turkish Human Rights Association, any one of them are involved in this process. And that's why we are still... We started reform with amending in a judiciary level, but today the most dramatic aspect is still in judiciary. And I think that without the reference to Turkish civil society, nothing will be better next days. Before I will ask Thomas Brüning of the NVJ, the Dutch Association of Journalists, to come on stage, maybe you would like to answer the question of Frauke Santing, former correspondent for the NSC in Turkey, and you met her in Diyarbakir, I think, by the trial against Frederik Geerdink. She wants to know, how do you see the Turkish media landscape? How does it function? Around this affair or in general? In general. Today, the Turkish media landscape is more than ever fragmented, politicized. And those who were 15 years ago oppressed by military policies and today believe that, no, with this government, this is the best period of political life that we are facing. So. They forget, they put beside fundamental journalistic ethics standards
And now today they are trying to exhaust opposition party and to make longer the existence of the ruling party. And of course, it is very hard to bring together journalists, chroniclers, cartoonists, even from different political wing. As Reporters Without Borders, of course, we are not making any discrimination on the basis of political attitude of our colleagues, mm-hmm. but it is every day is much more difficult to bring them together. Or if you are following a case of a conservative journalist, let's say on court, there is a tendency to believe that he is supporting me. He is sharing my political view. It's not the case. And of course, if you want, whenever you want to adopt an impartial attitude on the profession, it's extremely hard. And of course, we are systematically discredited by the president, Recep Tayyip Erdogan, who like to distort the campaign launched by a journalistic organization. When RSF released his 2014 statistics, he publicly attacked RSF by saying that in this annual report, he never seen that RSF mentioned Israel in this. It was a world report. It was clearly quoted that many Palestinian journalists died in occupied territory, but RSF never mentioned those who killed, but mentioned the country where mm-hmm. they are murdered. But he is always trying to, yes, he's the one who knows what language is adopting his electoral masses. So. Mm-hmm. Never anybody of them check whether what Erdogan said is true or not. So in daily basis, they are consuming these messages, and they don't need to consult RSF report, but in daily basis, he is building an hostile environment among journalists, but among political communities. Okay. Yeah. Thomas Bruning, please go ahead, sit. You are Secretary General of the Dutch Journalists Association, NVJ. You know each other? No, this is the first time we meet. First time you met. Maybe you would like to respond on what Errol said in the last 10 minutes. Yeah, well, what I can agree on is that Turkey is a very, very complicated country when it comes to the media and having an opinion about it. I can start with a short story. I had two guests from Turkey this week in our house in Amsterdam. We do couch surfing. That means that we sometimes invite students or guests to our house. And there were two guests, and I asked them the question, you know, and it's the question I often ask Mehmet Ulger, who used to be a board member of our Dutch Union. And I ask, well, which media can I trust? Where can I rely on when it comes to Turkey, you know, in saying the right things? And our two guests, and one of them was, they both live in Istanbul, and one is the organizer of the film festival, the International Film Festival, by coincidence. And he said, well, this question cannot be answered. And he said, the only thing you can do is just use all the media, all the newspapers you get a hand on, make a sort of mixture out of it, and then, you know, then you get a sort of truth, because all media in Turkey have mm-hmm. are biased, you know, have a political background. And he said also that social media is very important now in Turkey as a sort of new independent, and of course social media has its own difficulties, but social media for him was a good way of getting to the truth. And that's also interesting if you see what Turkey is doing with social media. They are blocking Twitter, Facebook, YouTube all of the time,
So this means that we also have to fight for the journalists, we have to fight to keep social media open. But it's a very difficult country. And what can the MVA do in Turkey? Well, what we did the last few years, and our chair from the Dutch Union is here, and she can also, but also the former chairs of the Union, we made a lot of trips to the embassy in The Hague of Turkey, and we did this so as open as possible, and always with the same message that we have a lot of thoughts about what Turkey is doing to journalists in Turkey. Mm-hmm. And of course, and this is like almost like a journalistic law, that it's always helpful when there's a sort of liaison, when there's a sort of line between Holland and Turkey. And by coincidence, the last few years we had several cases, the case of Füsun Erdogan, who was 7 years in prison before she Turkish was released. Turkish-Dutch journalist. Yeah. She had a Turkish-Dutch background, and that helped a lot because... After 7 years in prison, and what helped was also that her son was here in Holland, and he made a big case out of it, and we together helped to get really the spot on this case, and this helped also for her release, and now she's back in Holland. But as he already said, we have a lot of people still in prison. We have 21. An estimate of journalists in prison right now, and I think we have to give them a face. And of course, we helped Füsun Erdogan. We were with the case of Frederik and of Mehmet. It's easy for us to do something, but we have to make the case bigger, and we have to give all the journalists in Turkey a face. Yeah, we still have 5 or 6 minutes. Any questions from the audience, please? Ewout. There is a microphone there. Yeah, thank you very much for your story. I have a question. 30 years ago, you have sometimes military coup in Turkey, and it was also not a real freedom of press. But is the case now worse or better than in that time? Yeah, for you. I think that this government replaced military-based taboos by other more conservative and financial-based taboos. Very briefly, I think that between 2000 and 2010, it was a reform process where it was not clear. But after 2010, I think that most of Turkish civil society are questioning the real will of this government, developed new taboos. In Turkey, you cannot find a mainstream newspaper questioning financial issues. What this government hate is that journalists said, "How you did? The way that you did, how you get all this money, how you are investing in Balkans countries, why didn't you take the proper way and but bypass the legal way? Why this businessman get the contract to build the third airport? Why this one get this, how he did to get this contract to build the third Bosphorus bridge? Why, where are these 100 million euro missing in this account? There is, for Erdogan, there is a clear system of infiltrating money in conservative foundations and associations in Turkey, in education circles or very traditional circles, but also in Balkans, in other regions. You cannot say why. You cannot say where is this money. You cannot say why you choose this council of businessmen and you are always giving these affairs, this contract to this guy. There is a proper way. So. You cannot find one critical article against a big
how to say, corporate or financial groups. No, it does not exist. You know, we have articles in international page where is you can find a critical article saying that police in Germany invests or search in medicine, but you cannot find in Turkey. We don't have corruption. We don't have bad practices in working places. We don't have such a thing. So in Turkey, we don't have critical articles on financial issues. Of course, conservative issues are yeah, this is, I think, what Martijn said. Well, there is this broad semi-free landscape in media landscape, but there's this there are these thin red lines, and these red lines are almost as worrying as they are in Iran or in other countries, because if you cross this red line, then you can be prosecuted, then just the problems start. And this is what you saw out in the open in Gezi Park. But this is also what journalists face in Turkey when they just get fired if they've crossed this thin red line. And this is why this landscape looks very vivacious and free, but it isn't. And this is one example of this red line, you know, when it comes to the big companies which cannot be investigated on. Okay. Frauke? Yeah. I would like to put one element more, because as we are looking always at the government, or at Erdogan, or at this AK Party as the main source of problems in Turkey concerning freedom of expression, I think part of the problem, that's why I asked the question about the media also, is the way the media is organized now, the big bosses, they are not only investing in media, but they are investing in other things like construction and buildings like this. So these are the guys who want this third airport contract. They want the sugar factory. They want other things. So it's also coming from the media itself that opposition voices are silenced because they have more than one business. They need this contract. So the problem is bigger than only a political problem. It's a problem of money. It's the a problem about sharing the power. It's about using the media as a way of establishing power instead as a way of expressing, of making the general audience more enlightened, to make them informed citizens. I think that's what I would like to add to your picture. Okay. Very shortly, very shortly, yes. One of the main problems in Turkish market is that it is a non-regulated market. You know, we don't have editorial independence in any working place in Turkey because we don't have a common structure protecting the editorial content, where the editor-in-chief are members and can react against all kind of external interference. We don't have such a regulation, so you are totally true. And people should not be have illusion by the number of Turkish media. You know, it's surprising. We have 40 daily, national daily in Turkey. We have more than 250 regional and national TV channels, thousands of radios. So apparently you can say there is any problem in Turkey. But there is a concentration of content by the pressure of financial interest, yeah. Thank you, Errol. Dank je wel, Thomas. Dank je wel, Joep. Dank je wel, Mehmet. En dank u. Ik wens u nog een fijne, leerzame avond vanavond hier in de Bali. Het is nu tijd. U kunt dus dadelijk nog, als die zaal open is, luisteren naar de lezing van Koert Westergaard. Maar ik kan u niet beloven dat u erbij inpast. Vergeet u niet, als u hier de deur verlaat, rechts nog even aan de muur te kijken naar die geweldige cartoons. Dank u wel. Dank je, jij dank je wel. Mooi. Thank you. Ze zijn van ons. Very nice. Thank you. Very nice to meet you. Ja, wel.